Sint-Niklaas wil graag uw mening weten. Daarom organiseert het stadsbestuur een online enquête over de dienstverlening van het stadhuis. En daar hebben ze een goede reden voor. Iedereen heeft vast al gehoord over de plannen voor onze nieuwe stadswinkel. Het is onze bedoeling om voor elke inwoner van Sint-Niklaas zo bereikbaar mogelijk te zijn. En dat willen we doen door alle stadsdiensten samen te brengen op één locatie, door meer producten digitaal te gaan aanbieden, maar niet in het minst door bereikbaar te zijn op momenten die voor de inwoners het beste uitkomen. De resultaten van de bevraging zullen dan ook gebruikt worden om de stadswinkel zo klantvriendelijk mogelijk te maken. We hebben zowel een bevraging gedaan in het stadhuis zelf. Er is een enquêteur bezig geweest. We hebben ook een panel die vragen beantwoord heeft. En al die resultaten gaan wij verwerken. En eind september hopen wij u de resultaten voor te leggen en te zien in welke mate we op uw wensen kunnen ingaan. Rep u dus snel naar uw computer. U kan uw ei nog kwijt tot vrijdag 28 augustus. Heeft u geen computer, maar heeft u toch tips voor ons, dan mag u ons ook altijd bellen. Wij luisteren graag naar u. De enquête staat op de website van de stad.